Ik ben Kaat Bolle, ik ben dus seksuoloog en schrijfster. En mijn eerste boek was het schaamhaarboek, waar ik toch wel Vlaanderen mee bezig heb gehouden, denk ik. Want er was nog nooit iemand die dat echt durfde te benoemen. En ik heb er meteen een heel boek over geschreven. En daarna heb ik mijn tweede boek geschreven. Dat is het boek dat nu in de winkels ligt en dat is het borstenboek. Ben je daar zo mee bezig om van die thema's aan te raken waar niemand echt over durft spreken ze? Ja, toch wel. Ik vind het stiekem wel heel belangrijk als seksuoloog. Want als ik nog niet eens taboes durf te doorbreken, ja, wie doet het dan wel natuurlijk? En schaamhaar was een heel duidelijk taboe. En borst had ik eerst eens van, oei, zijn daar nog wel dingen over? Maar dan bleek dat er toch wel een heel aantal dingen waren die ook nog echt taboes waren. Bijvoorbeeld vrouwen en ook mannen die kunnen klaarkomen door stimulatie van de tepels. Of vrouwen die opgewonden raken als ze borstvoeding geven. Dat zijn dingen die eigenlijk heel normaal zijn, die veel voorkomen, waar mensen niet over durven te praten. En dan denk ik, ja kijk, dat is mooi voor mij als seksuoloog om die dingen juist wel te benoemen. Dus ik ben er wel naar op zoek, ja, dat klopt.